without you. Yo mensen en welkom bij deze nieuwe video op de Flexers. Ik ben Jari. Ik ben vandaag alleen, spijtig genoeg. Ik ga weer een nieuwe aflevering van Outlast opnemen, waar we de vorige keer waren gebleven. En dat was hier. Ja. Dag meneer. Ik denk dat dit een nieuwe hoofdpsychopaat is, zoals ik al had gezegd. Witness or whatever, you must be exhausted. Now, let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Rowdier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms. Die voelt zich echt een dokter of zo, hè? die heeft me vastgebonden. Natuurlijk, anders kan ik gewoon wegrennen. Die doet echt alsof dit de normaalste zaak ooit is ofzo. Wat de heck. Oh, ik kan rondkijken. Leuk. De lift. Oh, buiten. Ja, ik ook. Ja. Ja. Oké. Ja, maak mij los. Ja. Echt, je bent de vuile. Ken u ze? Oh, vuilzak. Echt, wat heeft hij in zijn armen, joh? Heeft hij een mondkapje op? Die heeft een molmasker. Hé, 2020 vibes. En 2021 ook nog steeds, natuurlijk. Ja, die heeft gewoon een mondmasker op. Leuk. Oké, daar kunnen we er al uit. Ja, je moet rondkijken, hè, als je toch vast zit. Kill me, ja. Oh, nee. Oh, what the fuck gebeurt hier? Dit is niet goed. Dat had ik al door, maar... Oh, ik krijg hier gewoon echt slechte vibes voor. Oh. Waar brengt hij ons naartoe? Waar zijn we? Ik zie nu al bloed. Kunt je het licht alsjeblieft aandoen? Dank je. Godverdamme. Hey! Blijf daar eens af. Ga jij mij nu filmen? Ik ben hier de reporter, hè? Man, echt waar, what the fuck? En wat zijn dat voor messen? Die gaan me echt helemaal bewerken, hè? Maak u los! I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his. Nee. Holier than thou Bible thumping. Nee, ik hoef geen mes. Nee, bedankt. Nee. Dat gaan we niet doen. Je mondmasker is een beetje kapot. Dat werkt niet zo goed. Maar dat denk ik niet. Nee. Nee, pak dan maar die kleinere. Pak maar gewoon die kleinere. Allee, het maakt niet uit welke dat je pakt, maar gewoon... Misschien niet te groot, hè? Dat je gewoon een schaafwondje kan maken. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ja, goed zo. Oké. Ik was blijer met die andere. Dat is gewoon een schaar... Oh, nee. Oh, dat wil ik niet zien. Oh, fucking hell. Die zit gewoon mijn vingers af te knippen. Oh, daar word ik gewoon niet goed van, dan zie ik het gewoon niet. Oh. Die knipt gewoon mijn vingers af. Maar ja, dat is nog niet al te erg. Maar wat gaat hij nu doen? What the fuck? Ja, door dat bloed kunnen wegkomen, omdat dat, ja, dat is een vloeistof en dan, ja, je snapt het wel. Dat is net zoals boter in dinges. Ah. Los. Yes, zie je wel? Hadden we dat niet eerder kunnen doen? Oh. Doe het dan in de wasbak. Ja, leuk, hè. Pak uw camera en we zijn hier weg. What the heck, joh.
Gelukkig zijn we niet zo geëindigd. Wat de heck, we moeten hier zo snel mogelijk weg. Who is there? Is there somebody? Ja? Yeah? Oké, okay, nee. Ik ben hier weg. Fuck. Traeger. Ik noem hem gewoon dokter. Dokter. De dokter. En waar moet ik? Hey. Hey, doe normaal. Nee. Ik moet hier weg. Ik moet hier zo erg weg. Waar heeft hij mij nu al gezien? Oké, klim. Hoe snel had hij mij gezien? Ah ja, ik heb nog een camera, dat bestaat ook. Doe dat maar al eens aan de kant. What the fuck moeten we doen? De elevator needs a key. En die moeten wij waarschijnlijk weer gaan halen. Ik hoor hem en daar is hem ook. Oké, ik ben wel blij dat het lekker licht is. Want dan hoef ik niet te veel batterijen te gebruiken. Maar dit is niet in orde, maat. Dit is echt niet in orde. Als die daar voorbij loopt, ja. Fuck. Hij heeft het weer al eens tegen mij. Hoe snel ziet hij mij ook? Het is niet te doen. Nu onder het bed kijken. Wees blind. Dank je. Die kast moet sowieso... Hoe dan? Ik kan die kast nooit van zijn leven wegschuiven, dankzij die gast. Oké, de volgende keer als hij hier langs loopt en hij gaat terug, dan schuif ik die kast aan de kant. Als hij mij niet ziet. Als hij mij hierachter ziet, ben ik sowieso... Fuck. Hoe dan? Hoe de fuck dan? Ja, doe de deur dicht. Ja. En nu die kast. Doe. Duw. Als hij slim is, deed hij gewoon die deur open. Maar hij is niet slim. Deze game is zo fucking creepy. Oh. Ik heb hem gewoon ontweken. Yes. Oh,
Oh man, nee, als ik nu... Ik ben nu super ver, hè. Maar zobied moet ik weer flipping helemaal teruglopen. Ik denk dat dat wel iets makkelijker is. Maar dat weet ik niet zeker. Als ik gewoon helemaal terugloop... En die achtervolgt mij gewoon, die kan me nooit raken. Ik hoor hem volgens mij. Jezus man. Ik dacht het gaat makkelijk zijn omdat er veel licht is, maar dit is niet gemakkelijk. Alsjeblieft, laat die niet achter deze deur staan. Ja, daar hangt de sleutel en dan komt die achter mij aan. Dus dan moet ik gewoon weten waar ik naartoe moet. Ik kan langs hier weer weg, toch? Hier viel ik naar beneden, shit. Ik weet niet naar waar ik moet. Fuck. Zullen we wel zien, zeker. Pak die sleutel en wegwezen, wegwezen, wegwezen. Ja, ik zeg het, hè. Die gast is niet normaal. Dat is nog wel eens een psychopaat, joh. Oké. Okay. Als die hier naar binnen komt, doe ik gewoon die deur dicht, hè. Dan, als die zou achter mij aankomen. Deur dicht doen en je hebt geen... Oké, even terug. Handen op het toetsenbord. Loop helemaal naar de achterkant. Kijk niet onder een bed. Dat die mij niet ziet. Blinde mol. Gaat hij nu letterlijk onder elk bed kijken? Is wel fucking slim. Ga onder dat bed kijken of zo. Als hij onder dat bed kijkt, dan ben ik weg, hè. Loop gewoon naar rechts, gebied. Kom maar, jong. Echt, blijf niet zo lang in deze kamer. Ik ga moeten rennen, hè. Ik ga naar de kant waar hij van kwam. Dan zit ik sowieso goed. Ik moet naar daar. Ja. En platte. Ik heb het uitgespeeld. Ik ben hier weg, bedoel ik. Oh, eindelijk. Ik ben nog nooit zo blij geweest met mijn lift, joh. Oh, ik heb... Oh, nee! Nee. Godverdomme, je vuil. Vind ik wat moet ik doen? Oh, je echt vuil manneke. Je doet... Oh. Jij bent vuil, een dokter. Hij is dood. Ik ben nog nooit zo blij geweest dat er iemand dood is gegaan. In een spel. Is toch echt dood dit keer? Ja, hij zit echt helemaal tussen de... Oh, hier. Nice. Dus dan zijn we van meneer de dokter af. Dat is toch al iets. Wilt u nog iets zeggen tegen de camera? Op N. How to make trigger juice. Step 1, squeeze. Wow. Gaan we woordgrappen maken in... Deze psychiatrische instelling, dat gaat wel erg ver, hoor. Om u blij te maken. Naar beneden is altijd goed, want daar was de buitenlucht, toch? Denk ik. Ik denk dat ik ga stoppen voor vandaag. Ik vond het een heel leuke aflevering. Of nog even een save punt halen, misschien best. Ik ben denk ik goed op weg naar het einde van het spel. Ik heb gevonden dat het ongeveer 5 uur duurt of zo de game, of iets minder als je... Oh, is dat Father Martin? Ja! Hallo! Ik feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. Outside?
Ah, dit vind ik eng. Dit vind ik heel eng. Ik ben nu gewoon aan het rennen om even een safe punt te vinden. Wat? Holy shit. Oké, dit is een safe punt. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vierde aflevering van Outlast. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op ons YouTube kanaal om meer van dit te zien. En andere leuke games. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later.